Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er is vrijwel geen bewolking in onze omgeving aanwezig en dat betekent dat we naar een stralend zonnige dag gaan. Laatste nevel begint op te lossen en dan heeft de zon overal alle ruimte. Met vanochtend temperaturen oplopend naar een graad of 10. Maar aan het eind van de ochtend zitten we daar al dik boven. En in de middag komt het kwik echt hoog uit. Het wordt een warme dag, temperaturen van 20 graden en meer. Het warmst in het zuiden. Op de Wadden blijft het kwik iets achter, daar wordt het zo'n 15 of 16 graden zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting en daarmee blijft het ook vanavond helder en ook lang vrij zacht. Want in de avond liggen de temperaturen nog altijd tussen de 15 en 17 graden. Morgen hebben we alleen wel een heel ander weerbeeld, want de wind is naar het noordwesten gedraaid, waait ook stevig door en zorgt voor lagere temperaturen. 10 tot 13 graden wordt het. De zon schijnt af en toe te trekken wat wolken over. Er kan een enkele bui vallen, maar heel groot is die neerslagkans niet. Dinsdag is de neerslagkans iets groter, maar ook dan zijn de neerslaghoeveelheden nog zeer beperkt. Woensdag valt er wel wat en ook donderdag is het licht wisselvallig. Deze dagen doen we het met maximumtemperaturen rond 11 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.